Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door For Farmers Hendrix. Deze keer zijn we te gast op de geitenkaasboerderij van de familie Kots in Winterswijk. Boer Bert heeft ongeveer 100 geiten en daarnaast een eigen kaasmakerij. Hij wordt op de boerderij geholpen door medewerkers en vrijwilligers. Op het moment dat wij bij de familie Kots zijn, is er ook een klas Duitse basisschoolleerlingen die op de boerderij een rondleiding krijgt. We vangen hier aan, we zijn eerst 20 minuten met het melken beschäftigd en daarna gaat het weer langs die babyziegen en zo verder, ja? Goed zo. Jij als eerste. Nou. Als er één schaap geit over de dam is. Kom maar. Goed zo. Hopla. Nou, mama geit, jij ook erin. Bert, waarom geef je rondleidingen? Och, dat is gewoon vraag naar. En ik bied altijd dat aan wat de wereld wil. Je gaat natuurlijk niet met alles op, maar met dit soort dingen wel. En het. Dus dit soort dingen zijn allemaal begonnen uit een vraag. Oh, we hebben er veel te veel. Maar het is aan de andere kant ook leuk. Het is ook, weet je, het geeft een goed gevoel dat je toch kinderen uit de stad, en hier vandaag zie je toch ook wel veel kinderen die waarschijnlijk nog nooit op een boerderij zijn geweest. En dat is natuurlijk gewoon altijd leuk om die een stukje te laten zien. Waar komt melk vandaan? Jede hand einde, daar einde, andere hand ook dat zo. En jetzt geht's naar voren. Met dat ding. Zo, stek dran. Stek dran. Zo, kannst du loslassen. Den anderen komt ook nog. Kijk eens. Alsjeblieft. We laufen daarheen. Ja? Is alle haren goed? We komen namelijk op een camera. We werken niet alleen. Er zijn in totaal vandaag 2 medewerkers en nog 1 vrijwilliger, dus drukte zat. Nou, ze kunnen kaas proeven en ik heb gewoon expres soorten neergelegd die bij kinderen aansluiten. Dat zijn jonge kazen, een beetje milde kazen, zeg maar kazen die voor een groot publiek toegankelijk zijn. En vanaf nu gaan we naar de kaasmakerij. En in de kaasmakerij daar ga ik uitleggen hoe de kaas gemaakt wordt. Dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Mensen hebben vaak geen idee waarom we kaas maken, maar dat komt ze dadelijk in de kaasmakerij aan de beurt. Morgen begonnen met het pasteuriseren van de melk. We hebben hem verwarmd tot 72 graden. Ik ben daar om 4:15 mee begonnen. Dan heb ik hem om 6:15, 7:30 heb ik hem warm. Dan gaan we hem weer afkoelen. En als die 30 graden is, dan doen we er zo'n potje met zure melk in. Verzuring is de eerste stap van conservering. Denk maar aan augurkjes. Als je augurkjes in azijn legt, zijn ze langer houdbaar. Zuurkool. Kool wordt zuur gemaakt om hem houdbaar te maken. De eerste stap van conservering van melk is dus het verzuren van de melk. Daarna hebben we de stremsel weer gedaan en de stremsel heeft ervoor gezorgd dat de melk dik wordt. Zo dik als een pudding, zodat we hem in stukjes kunnen snijden. En dat is waar we nu mee bezig zijn. Wat ben je nu aan het doen, Bert? Ik ben de bodem aan het vrijmaken. Van de hitte van het pasteuriseren heeft zich op de bodem melk vastgekleefd. En omdat we gewoon al die eiwitten vetten mee willen hebben, ga ik er even met mijn hand in.
Dan maak ik even alles los, zodat alles daar netjes meegeroerd wordt. Het is natuurlijk altijd belangrijk dat alles meedraait, meedoet. Je hebt melkzuurbacteriën. En die melkzuurbacteriën, zo dadelijk gaan we de melk of de wrongel eigenlijk spoelen met warm water. Even stil. Dat spoelen met warm water, dat is heel belangrijk, damit we dus de suikers eruit spoelen. Een deel van de suikers worden opgegeten door de melkzuurbacteriën. Als we er te heet water bij doen, dan gaan die melkzuurbacteriën dood en dan krijgen de propionzuurbacteriën, die krijgen kans, die ontwikkelen zich. En die eten suiker op en daar krijgen we iets anders voor terug, dat is gas. En zo komt Emmentaler en Leerdammer aan zijn gaten. Dus eigenlijk een bacterie die scheten aan het laten is in de kaas, heel grofweg gezegd. Maar het zijn bacteriën die produceren gaten. Er wordt ook warm opgeslagen, 17, 18 graden, damit die bacteriën goed werken kunnen en goed kunnen produceren. En dan is het goede moment dat die boer in de gaten houdt, dat die gaten niet te groot worden. En dan legt hij hem snel in de koelcel, zodat ze stoppen met produceren van gaten. Maar anders knalt die kaas uit elkaar. De Duitse kinderen zijn klaar met de rondleiding en gaan er weer vandoor. Bert gaat intussen verder met het maken van de kaas. We zijn wij aan het aftappen en nu komt de wrongel in zicht. Dan doe ik de kraan weer dicht en nu gaan we de kaas in het vat stoppen. Het grote moment is daar. Hoe is dit bedrijf ooit begonnen? Nou, dat is vrij makkelijk. Ik had in 1995 had ik het bedrijf overgenomen van mijn ouders. En in het eerste jaar kwam mijn vrouw al met een geniale opmerking. Weet je wat leuk is? Ik koop een paar geiten. Nou, daar heb ik een paar nachten wakker van gelegen. Want ik zag geiten maar als één ding. Het eet hooi op en er komt geen stuiver voor terug. En toen kwam ik al denkend, dan kwam ik op het idee dat er ook melkgeiten waren. Nou, en die melkgeiten die hebben mij op het idee gebracht om van Elmers Hobby iets positiefs te maken. En toen heb ik 12 geiten voor haar gekocht. En toen zei ik tegen haar, als jij ze nou melkt, dan maak ik er kaas van. Nou, zo is het begonnen. En 12 geiten kregen lammetjes en toen hadden we 24 geiten. En toen werden het er 36 en toen werden het er 48. En zo is dat langzaam opgebouwd. Op dit moment gaan wij niet verder. Op dit moment gaan wij ervan uit. Wij hebben 10,5 hectare grond. We doen zonder kunstmest, zonder bestrijdingsmiddel. Daar verbouwen we gras. Daar komt een lekker brokje bij. En dat bij elkaar veroorzaakt een behoorlijke hoeveelheid melk. Die wordt verwerkt en dat is voor ons de limiet. Want wij zijn natuurlijk een van de kleine spelers op de markt. In de regio zitten al diverse bedrijven van 800 geiten. En als je in Limburg of in Brabant komt, dan heb je ze ook van 4.500. En zelfs de allergrootste, die heeft op 2 locaties. Maar bij elkaar heeft die eigenaar 10.000 geiten. Daar kunnen we ons helemaal niks bij voorstellen. Hoeveel toekomst zit er in dit bedrijf? Hoeveel toekomst zit er in bedrijf? Weet ik niet. Ik merk dat de vraag naar mooie geitenproducten nog steeds toeneemt. Dus wat dat betreft is er wel toekomst. Ik heb alleen maar één dochter. En die zit in Wageningen, maar die heeft niet de bedoeling om het bedrijf over te nemen. Maar dat weet je nooit. Vind je dat jammer? Nou, nee, maakt me niet zoveel uit. Ik zou het wel leuk vinden, maar het hoeft niet per se. Misschien dat we ooit met iemand anders iets leuks gaan doen of ja, dat zien we dan wel weer. Denk je daar al over na? Jawel, want kaas maken, geiten houden, nou jij hebt me vanmorgen rond zien rennen. Dan weet je dat het gewoon fysiek is, dat gewoon zwaar werk. Dat is op zich niet erg, maar dat hou je een keer tot je 55ste, tot je 60ste vol. En dan denk ik dat de puf er langzaam wel uitgaat. En dan zul je toch of met anderen samen moeten werken, of je zult minder moeten maken. Maar er zal gewoon iets moeten gebeuren. De kaas gaat onder de pers. Tijd om weer te kijken in de stal hoe het met de geiten gaat. Waar zou de uitdrukking verwende sik vandaan komen, of niet dan? Hè? Waar komt dat nou vandaan, verwende sik? Geen idee. Je praat veel met je geiten, valt me op. Ja, ja. Ik vertel ze van alles, zelfs van de wolf en de 7 geitjes. En ik hoorde op de televisie dat in de buurt van Keul nou weer een wolf gesignaleerd was. Dus we doen de deur s'avonds goed dicht. Want je weet me nooit. Maar je kan praten met geiten. En ik heb het idee dat ze me snappen, maar dat weet ik niet zeker. Wat gebeurt er met de geiten als ze geen melk meer geven? Ja, de oude geiten die laat ik lekker inslapen. En de geiten die in een goede conditie zijn,
die doe ik gewoon richting slager. Daar maken we een mooie droge worst van. We doen ook zelf jonge geitenbokjes afmesten. En die worden tot hele mooie koteletjes uitgesneden. Daar moet je een beetje op instellen. Ik eet dat zelf eigenlijk niet, maar er zijn heel veel mensen die dat heel graag eten. Ik eet het niet vanwege dit. Hoe kun je nou zoiets opeten, niet dan? Maar dat is bij een varken en een koe toch ook zo? Ja, toch anders. Ik weet niet. Dit is een beetje hondengedrag. Dat zie je eigenlijk aan jezelf. Kijk, het komt naar je toe gewoon om een huggy te halen. Nou, dat doet een varken niet. Dat doet een koe niet zo makkelijk. Kijk, en dat is typisch geit. Geit is aanhalig. Die heeft hetzelfde als wat een hond heeft. Heel veel vertrouwen in je. Ik vind het ook leuk dat ik gewoon mijn eigen draai eraan gegeven heb. Het is niet de boerderij zoals mijn vader hem voor ogen had. En waarschijnlijk ook niet de boerderij zoals de buren hem voor ogen hadden. Maar we bestaan al 18 jaar. Dus dat zegt eigenlijk meer dan genoeg. Hij is nu een korte tijd onder de pers geweest. De pers is wat scheef weggezakt. Dan halen we de kaas vaak er even uit. En dan gaat hij andersom weer in het vat. Zo. Deksel erop. En dan persen we hem nog een keer overnieuw. Daarna gaat hij straks over een anderhalf uur gaat hij los in het vat. Dat heet het rechten van de kaas. Dat betekent dat hij uit zichzelf een beetje nazakt in het vat. En dan is hij klaar. Ah, dit is de laatste kaas, zo, en die komt uit de pekel en dan komt vanmiddag de nieuwe die we net gemaakt hebben, die gaat hier weer in de pekel. En dan moeten ze 2 dagen in het zout, want zout is ons enige conserveringsmiddel, verder gaat er niks in. Mensen klagen nog wel eens over dat ze minder zout in kaas willen, maar wij hebben verder geen chemicaliën in de kaas. Zout is echt het enige conserveringsmiddel, dus daar heb ik gewoon een bepaald percentage van nodig, anders kan ik mijn kaas niet bewaren. Nou, als die 2 dagen in het zout heeft gezeten, dan moet hij een beetje aandrogen en als die eenmaal goed droog is, dan komt daar zo'n laagje plastic om. Nou, dat is natuurlijk geen verf van de Gamma of van de Kawai of weet ik het wat, of van bouwmarkt. Dit is verf, die komt aan een hele speciale winkel, die is lang geleden ontwikkeld. En voor geitenkaas hebben we die prachtig mooi in wit. Voor koe kun je die in geel kopen, je kan hem ook in rood krijgen en je kan hem ook in zwart krijgen. Dan kun je oude kaas verkopen als Old Amsterdam. Wat doet de verf? De verf zorgt ervoor dat de kaas niet uitdroogt. De verf zorgt ervoor dat de kaas niet gaat schimmelen. Vroeger hadden kaasboeren, maar ook fabrieken, heel veel problemen met die korst. Dat was allemaal vochtig en daar ontwikkelden zich schimmels. En er zijn zeker schimmels die behoorlijk kwalijk zijn voor het maag-darmstelsel. En daarom is dit product uitgevonden om te voorkomen dat de kaas vol met schimmel komt. Hij droogt dat minder snel uit. Het is gewoon een hartstikke mooi product. Je moet je eigenlijk een beetje verdiepen in hoe is kaas ontstaan. Men had vroeger een probleem. Koeien gaven alleen gedurende korte tijd in de zomer, wanneer het buiten 30 graden was, melk. Dus die melk die was er, maar die was ook binnen de kortste keer bedorven. Uit dat punt is kaas ontwikkeld. We gingen melk indikken. We gingen melk met zout behandelen, zodat we het op de plank in de kelder kunnen bewaren tot de winter komt. En aardbeien en jam is precies hetzelfde. Alle aardbeien komen in mei en juni. Vandaag aan de dag komen ze ook in december met het vliegtuig. Maar vroeger hadden we alleen in mei en juni aardbeien. Als je niks doet, heb je alleen slechte aardbeien. Als je er jam van maakt, kun je ze naast de kaas in de kelder bewaren. Dat is de truc van kaas. Kaas wordt gemaakt om melk houdbaar te maken. Kijk volgende week weer naar een nieuwe uitzending van De Boer Op. Dan zijn we te gast bij de familie van de Wolfshaar in Vragender. Zij hebben een bedrijf met 1500 zeugen. De uitzendingen van De Boer Op zijn op de website www.focus.tv terug te kijken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Voor Farmers Hendricks.